Mitchell, dit is nog eens een droomstart. Ja, klopt. Ik maak mijn basisdebuut tegen mijn oude club. En lekkere pot gespeeld, dus helemaal top. Nou ja, de tweede fase van de eerste helft, dat was wel flitsend, ja. Maar, en ik denk dat ook in die fase wel verdiend was. Maar je moet ook heel eerlijk zijn dat het begin bij ons was wat onrustig. Het oogde wat zenuwachtig. Dus wat dat betreft kwamen we wel goed weg. Maar de fase daarna, nadat Ricky ons eigenlijk in de wedstrijd hielp. En dan kan je praten nog over een gelukkige tweede goal. Maar daarna was het natuurlijk gewoon kwaliteit. De derde en de vierde goal, dat was gewoon puur de kwaliteit die deze ploeg wel heeft in balbezit, in aanvallend opzicht. Ja, we gaan eventjes terug naar de eerste helft. Na een minuut of 20 komen jullie op voorsprong en toen ging het pas echt lopen volgens mij. Ja, klopt. In het begin waren we een beetje, hoe noem je dat? Onnodig balverlies, zeg maar. En daarna ging het wat lekkerder. En we begonnen te voetballen en we hadden vertrouwen en toen kwamen de kansen en toen gingen we scoren. Dus toen liep het wel lekker. Ja. En jij ook? Jij kreeg ook steeds meer zelfvertrouwen, zo leek het. Dat derde doelpunt, hoe ging dat? Ja, ik kreeg de bal en ik zocht mijn back-up. Dus ik ging eerst naar buiten en toen kapte ik in één keer naar binnen. In eerste instantie wou ik zelf schieten, maar de bal kwam tegen de keeper en toen tegen de paal. En toen kwam ik bij Nathan en toen ging hij erin. Dus ook mooi. Dus ik gun het hem ook om een goal te scoren. Ja, want had jij een beetje voorbereid op wie jouw tegenstander zou worden? Een beetje verdiept in de backs van Willem II? Ja, natuurlijk. Ik kijk vaak altijd filmpjes van mijn idolen, zeg maar. Die voetballers die ik mooi vind. Maar ik heb ook een beetje gekeken naar hoe Willem II heeft gespeeld en naar de backs die ze hebben. Dus ik heb me wel een beetje voorbereid. En wat dacht jij toen jij ze had bestudeerd? Ah, dat kan nog wel eens een lekkere post voor mij worden. Wat zag je dan in de rust tegen die jongens? Want ik kan me voorstellen, je staat 4-0 voor. Dat kun je eigenlijk niet meer uit handen geven. Dus, maar ja, je wil ook niet zeggen van we zijn er al. Wat roep je dan? Ja. Kijk, het was goed. Het was een bepaalde fase flitsend. En dan wil je natuurlijk meer. Je wil wat meer doelpunten en je wil ook de nul houden. Dus wat dat betreft de tweede helft, ik ga niet zeggen teleurstellend, want dat zou te zwaar zijn. Maar ik vind het wel jammer dat we de tweede helft niet een doelpuntje erbij hebben kunnen prikken. Omdat, hoewel ik moet zeggen, Willem II het ook wel aardig deed hoor. In die fase bleven goed bij elkaar en verloren niet hun kop. Ik had verwacht dat we wat meer ruimte zouden krijgen en dat we die ook wel beter zouden benutten. Nou, dat is ons in de tweede helft gewoon wat minder gelukt. Aan de andere kant, je staat al 4-0 voor. Je weet eigenlijk dat de kans dat we die wedstrijd nog uit handen gaan geven, dat is heel klein. Al met al, als je over heel de wedstrijd kijkt, tevreden. Vooral blij met de overwinning. Vier keer gescoord in een uitwedstrijd. Maar er zijn meer dan voldoende verbeterpunten, dat is duidelijk. Ja, ik denk als team dat het wel heel lekker is om zo te starten. Natuurlijk is de wedstrijd, die wil je natuurlijk winnen. En als je dan zo wint, ja, dat is top. Je hebt je debuut natuurlijk al eerder gemaakt, half jaar geleden. Nu heb je je debuut in de basis gemaakt. Was je nog een beetje nerveus voorafgaand aan de wedstrijd? Nou, ik heb, zoals ik al zei, filmpjes van mijn idolen gekeken. Dus spanning zit er natuurlijk altijd wel. Maar niet echt dat je zegt van dat ik erover na ga denken of ik ook iets fout ga doen of zo. Dus. Het leuke was, als ik jou zo zie spelen, dan speel je heel frivol. Gewoon lekker, je doet wat je wil doen. Is dat ook wat de trainer tegen jou zei? Ja, de trainer en iedereen uit het team heeft tegen mij gezegd. Gewoon je eigen ding doen en lekker vrij voelen. Dan komt het gewoon goed. Dus. En dat heb ik denk ik gedaan. Dus. Ja, je staat met een hele grote glimlach, maar ook met een kramp in je benen. Ja, klopt. In de 74e minuut of zo kreeg ik kramp. Dus. Maar ja, dat maakt niet echt uit. We hebben gewonnen.